Volgens 64% van de werkgevers is motiveren en vertrouwen geven iets wat een leidinggevende absoluut moet kunnen. Iets wat in deze tijden niet zo evident is. Maar moeilijk gaat ook. Hier zijn 6 aandachtspunten volgens het ABC-principe waarmee je als leidinggevende meteen aan de slag kan. Of waarmee je als HR-professional je leidinggevenden kan ondersteunen. Als je het ABC-principe nog niet kent, Chris legt het je uit in 3 minuten. De link vind je hieronder. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat betekent motivatie eigenlijk voor een leidinggevende? Wel, motivatie is een energie die je aanzet tot gedrag of geen gedrag. Daarbij vertrek je best van de talenten en ambities van je medewerkers, om van daaruit bij te dragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Maar goed, jij en ik hebben waarschijnlijk talenten en ambities die niet dezelfde zijn. Dat betekent dat wij ook op een andere manier gemotiveerd moeten worden. Je kiest dus best voor een individuele aanpak, waarbij je telkens goed in kaart brengt waar je medewerker naartoe wil of waar hij of zij energie uithaalt. Zo schep je duidelijkheid over wat er nodig is om te motiveren. In gesprekken over motivatie en welzijn heb jij geen antwoorden. Wel open vragen. Je wil je medewerker alle kansen geven om voluit te praten over zijn of haar verwachtingen. Vertrouwen speelt ook een cruciale rol in je relatie met je medewerkers. Je medewerkers de autonomie en vrijheid geven om hun talenten in te zetten en hun competenties te ontwikkelen is een van de allerbelangrijkste ingrediënten in het motiveren. Durf ook loslaten. Al begrijpen we dat je daarvoor eerst een vertrouwensrelatie moet opbouwen. Wat daarbij helpt, is dat je ruimte laat voor fouten. Dat doe je simpelweg door fouten te zien als leermomenten. Op die manier creëer je een gevoel van psychologische veiligheid in je team, waardoor je medewerkers sneller gemotiveerd zijn om initiatief te nemen. En tot slot, laat jezelf ook coachen. Ook als leidinggevende heb je een klankbord nodig en wil je continu je post-corona leiderschapscompetenties aanscherpen. 37% van de werkgevers hebben de laatste 2 jaar geen trainingen georganiseerd om deze specifieke vaardigheden te ontwikkelen, terwijl het nu meer dan ooit essentieel is. Voel je de nood om te investeren in je leidinggevende? Of om zelf als leidinggevende te groeien, bekijk de motivatieopleidingen en coachingsessies door en met Acerta Consult-experten.